Peteraert. Bijgestaan door Tommy Haring en Jean van Ton. Om te trainen op de pads. Peteraert. Peteraert. Die kort geleden nog de Duitse kampioen Ergin Solmaz versloeg. Tommy Haring junior, dat in de derde is ronde al. Die hem nu bij deze training even de zijde staat met de pads. Of pauw, zoals het in officieel thuis heeft. Dan met die genadeloze stoten en die gigantische beentechniek. Hij heeft zo'n eerste bijna dodelijke kicks. Hij was erbij toen hij in Amsterdam deed door de bruis Wally Smith met zo'n dodelijke kick ook weer knock-out wist te trappen. Met zo'n beruchte high kick en low kicks. En het publiek is er doodstil van. Ja, mee. Peter, één dingetje. Het was fantastisch natuurlijk, maar met Ronald, vroeger nog zelfs bij me in de sportschool getraind, maar was je nog een klein jongetje. Ik wil eens dat jij die trapkussens vasthoudt, want je vond het wel meevallen, zei je. Dus Tommy, geef maar even de trapkussen aan Ronald. Dan gaat Peter even met hem werken. Oké, hou ze met boksen en trappen. Ga je gang. Je doet het zelf maar. Schiet op. En dat was dus duidelijk niet ingestudeerd. Anders was ik al thuis gebleven. Oké, hij moet zijn werk nog doen. Toch een applausje voor Ronald, dames en heren. En natuurlijk Peteraert, wereldkampioen in alle klassen. Thaibox, kickbox en fulltime karate. De grote man, Peteraert. En hier deed hij extra zijn best op. Maar goed, Marnem zit er gelukkig nog aan.